heb gewoon een vaste brochure waar ik al jaren kom. En heb ik, normaal krijgen de mensen ook maximaal 2 sherrykannetjes per klant mee. En ik krijg er gewoon 6, omdat ik er al jaren kom. Ik weet dat de olie van, ik zal het merk niet noemen, maar die zijn van, die waren ongeveer 30, 31 euro. Die kosten nu 58 euro, de 20 liter. Zonnebloemolie kost 4 euro per liter, moet je 10 liter verpakking kennen. Argideolie zit op het ogenblik op haast 70 euro de 20 liter. Dus ja, als er gebrek is, alles bij elkaar, heb me genoodzaakt op de hoogte. Want ik heb ook een heel veel mensen die een lager inkomen hebben. En die mensen willen ook een patatje eten, maar die kunnen op een gegeven moment het gewoon niet meer betalen omdat het te duur wordt. Maar ik wil ze er laagdrempelig mogelijk blijven. Ik zou niet eens weten wat een patatje oorlog kostte 2 maanden geleden. Het is nu 4,80. 4 blikjes cola, 3 broodjes kroket met mosterd. Dat is voor de eerste overhoging in 3 jaar. In 3 jaar tijd de eerste verhoging, dus dat valt nog mee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het voor een hoop mensen gewoon te duur wordt om nu nog patatjes te eten. Hoeveel bent u bereid maximaal te betalen voor een patatje? Misschien 2,50? 3 euro groot. 3 euro groot? Ja, schappelijke prijs. Maximaal voor een frietje. Ja, het verschilt natuurlijk hoe goed het frietje is. Een normale puntzak zit je al zeker wel op 3 euro, misschien wel meer. Ja, dat vind ik veel te veel. Ik denk als eenmaal de patat 5 euro kost, denk ik niet dat we ooit nog 3 euro van een bakje patat gaan betalen. Hoe ik de toekomst ziet. Er was vroeger een partij in Den Haag en die zei altijd geen gezeik, iedereen rijk. Nou, dat vind ik een mooie toekomst. Nee, goed. Goed. Het is, als we nou allemaal kunnen blijven leven zoals we doen, is het al goed, hè? We leven heel luxe, toch?